Boeven krijgen het moeilijk. De politie Zaanstreek-Waterland heeft sinds kort een warmtebeeldcamera om daders op te sporen. Het apparaat is slechts een week in gebruik, maar blijkt nu al succesvol te zijn. Een brandstichter was nadat hij een boot in lichte laaien had gezet, als vlucht in het water gesprongen. Dankzij de warmtebeeldcamera kon de politie die man toch detecteren, uit het water vissen en in de boeien slaan. Nou, waar onze ogen tekortschieten, ziet deze warmtebeeldcamera van alles. Hij wordt 7 dagen in de week, 24 uur per dag ingezet in de strijd tegen overvallen, straatroven, woninginbraken en autokraken. En dan met name is hij heel goed inzetbaar bij verminderd zicht. Dus bij mist, schemering en duisternis. Waar we hem ook voor in kunnen zetten is bijvoorbeeld plaatsen waar veel vernielingen hebben plaatsgevonden. Dat we dan op een afstand met deze warmtebeeldcamera gaan kijken. Dat we verdekt opgesteld staan met deze camera. En vervolgens kunnen we de jeugd in de gaten houden of er daadwerkelijk vernielingen worden gepleegd. En dat is op honderden meters waarneembaar met behulp van deze camera. Nou, dit betreft dus de warmtebeeldcamera systeem van de politie. Bovenop de dakunit is een warmtebeeldcamera gemonteerd op dit voertuig. En dit betreft het beeldscherm. En op het beeldscherm worden alle objecten, mensen en dieren waargenomen die dus warmte uitstralen. En zo zie je in dit voorbeeld zie je dan een voertuig wat net gereden heeft. En dan zie je dus ook inderdaad dat dit voertuig warmte uitstraalt. En dat zie je met name dan bij de voorwielen in ieder geval. Dan zie je dat dit voertuig licht geeft. En zo kun je dus aan dit voertuig zien dat hij net gereden heeft. En het verschil merk je dan op bijvoorbeeld met dit voertuig. Dit voertuig staat dan gedurende een langere tijd stil. En hier op de achtergrond zie je dus ook mensen aan het werk die warmte dus uiteraard uitstralen. En zo wordt dat geprojecteerd op het beeldscherm. Twee voertuigen zijn op dit moment gemonteerd met een warmtebeeldcamera. Eentje voor de Zaanstreek en volgende week gaat de eerste rijden in Purmerend Waterlanden. Ontkomen is er eigenlijk helemaal niet meer bij. In bossages en dergelijke, als een dief zich daar wil verstoppen, dan is hij echt waarneembaar met deze warmtebeeldcamera.